ga Music Out of Heaven spelen. Dat wordt heel rustig en zacht gespeeld, want ja, Heaven, dus daarvan heb ik dat zo. Vandaag ga ik pauze spelen, dat mensen trompet gaan spelen voor pauze. Allemaal. Ik ga voor jullie de chorale spelen. De chorale betekent koor en het staat in doorgroot. Thank you.
Goedenavond allemaal, mijn naam is Siegfried van Geertsom. Ik ga vandaag een stuk spelen van de Duitse componist Karl Maria von Weber. Hij was heel belangrijk voor de Duitse opera. En het is uit zijn meest bekende opera, Der Freischütz, dat ik nu een klein stukje speel, genaamd Het Jagerkoor. Goedenavond, ik ben José. Ik ga vandaag een stukje spelen van Vivaldi. Vivaldi was een Italiaans barokcomponist en hij heeft meer dan 700 werken geschreven. Maar het belangrijkste is toch wel de vierjaargetijden. En de vierjaargetijden, dat is een cyclus van vier concerten, onderverdeeld in de lente, de zomer, de herfst en de winter. En ieder deel is nog onderverdeeld in drie, een langzaam, een snel en een langzaam deel. En ik ga nu een stukje spelen uit de lente. Mijn naam is Sophie. Ik heb een stukje geschreven, het noemt De Lentedans. En ik heb me geïnspireerd op de lente die in aankomst is. En het stukje staat in sol groot. Thank you.
Goedenavond. Ik heb voor muziektheorie een stuk moeten schrijven. En ik heb daarvoor 2 improvisaties aan elkaar geplakt. En daarom noem ik het collage. Ik ga vandaag jullie River Flows in You van Yeruma spelen. Dat is een Zuid-Koreaanse componist die het nummer heeft uitgebracht in 2001. Thank you.
Goedenavond, ik ben Hilde en ik heb een werkje geschreven voor het vak muziektheorie met als titel Straffe Hendrik. De inspiratie komt van mijn kleinzoon. Toen dat hij 6 jaar was, heeft hij zo'n stukje op piano geïmproviseerd. Zijn naam is Hendrik, daarmee staat dat in de titel. En Straffe Hendrik, dat is ook de naam van een bier waarmee dat de schoonzoon getrakteerd heeft bij de, toen Hendrik geboren is. Maar Hendrik zelf is ook een straffe cadet. Het oorspronkelijke motiefje was een ode aan zijn trollenpop, maar ik heb er een volksdansje van gemaakt. Gespeeld op sopraan en tenorblokfluit. José mag de tenorpartij voor haar rekening nemen. Wij spelen ook altijd samen in de blokfluitles en doen samen het vak muziektheorie. Het voordeel van blokfluit is dat wij geen masker moeten opzetten als we spelen. Hallo, mijn naam is Lena en ik ga het wandellied doen. En de reden waarom ik het heb gekozen is omdat ik heel veel van wandelen hou in de natuur en ik hou van sporten en daarom heb ik dit liedje gemaakt. Ik ga vandaag Storm spelen. Ik heb het zelf geschreven en staat in Doklem. Thank you.
avond. Ik ga zo dadelijk mijn improvisaties Sneeuwval spelen. Ik heb deze titel gekozen om twee redenen. Ik krijg er een koud winters gevoel van en je hoort de sneeuw erin val. Ik ga vanavond het stuk Niks Nieuws meespelen van Huis van Maaien. Het stuk gaat over mijn gevoelens en dat het zal te horen door de afwisseling van Lorenz en Franke. Thank you.
Voor mijn werkje van muziektheorie heb ik ook een werkje geschreven in twee tenorblokfluiten. En ik ga het samen spelen met Gulden ook, want we zitten samen in de blokfluitklas, dus dat lukt het beste zo. Mijn muziekje heet Wolkenspel. Ik zie in mijn muziek een heel rustige hemel, tot daar plotseling een wind opkomt die alles onrustig wegjaagt. Maar dan breekt toch weer de zon door een gaatje en alles wordt weer hersteld. Ik ga arabesque spelen. Je kunt dat zo, de vertaling daarvan is zo'n grote slinger dat je zo ophangt wanneer je zo feestjes doet en zo. Dat hoort je vooral in mijn rechterhand. Je hoort dat ook een heel klein stukje in mijn linkerhand, maar dat is echt niet zo lang. En dat is van Burgmuller. Thank you.
Goedendag, nu ga ik een improvisatiestukje spelen van begeleidingspraktijk. Daar moeten we om de paar weken eentje maken en deze is het laatste. Ik ben Eva en ik ga vandaag voor jullie Struggle for Pleasure van Wim Nerten spelen. Het stuk staat in 4/4 en je zou het mogelijk kunnen herkennen vanwege een Proximus reclame een paar jaar geleden. Thank you.
Hallo, ik ben Nora. Ik ga de Laus van spelen, omdat dit het laatste stukje is dat ik voor de begeleidingspraktijk moet schrijven, omdat ik in mijn laatste jaar zit. Dank u wel om allemaal te komen vandaag. Als laatste speel ik Bloemenlied van Gustav Lange. Begin met een refrein in fa groot, dan moduleert naar re klein, daarna naar si-mol groot en daarna terug naar het refrein in fa groot. Thank you.
avond allemaal. Graag sluit ik mij bij Mauro aan en dank ik u allen hartelijk voor uw aanwezigheid en voor te komen luisteren. Ik vraag ook een applaus voor Peter, voor de streaming en voor het gelicht en voor het geluid. Dank je wel. Ik dank ook Hassan en haar vader voor mee te helpen de zaal klaar te zetten. Hartelijk bedankt. En natuurlijk dank ik jullie allemaal, mijn leerlingen. Jullie hebben weer heel mooi gespeeld vandaag. En ondanks al deze moeilijke tijden hebben jullie echt blijven spelen en blijven oefenen. En het was een heel mooi programma. Ik heb er heel hard van genoten. Iedereen heeft echt heel mooi gespeeld. Proficiat allemaal. Ik wens jullie nog een heel prettige avond. En ja, tot volgend jaar. Goeie avond nog allemaal. Dag.